Hier zie je Kylian Mbappé. Hoe voor mij Messi de GOAT is, is voor de nieuwe generatie Mbappé de GOAT. Ik ga dus 7 dagen trainen als Mbappé om te kijken of ik kan veranderen in Mbappé. Om te kijken of ik ook een betere voetballer ben geworden, ga ik nu een paar testjes doen die ik dan op dag 7 weer ga doen om te vergelijken of ik ook echt beter ben geworden. Oké, met de eerste test ga ik mijn sprintsnelheid testen. Dit doe ik omdat Mbappé letterlijk de snelste speler ooit is. Hier begin ik met een 50 meter sprint. Kan ik zelf kijken? 6,63. Kijk, weet je, ik kan het wel heel stoer doen, maar ik heb geen idee of het goed is, wat snel is. We gaan het natuurlijk gewoon zien over 7 dagen of het beter is. En dan gaan we nu door naar test nummer 2. Mbappé is natuurlijk heel erg goed in het voorbijspelen van zijn tegenstander. Dit ga ik dus ook doen. Dit hier is Leroy. Hij speelde vroeger op een hoog niveau. Hij is ook nog eens verdediger. Hij praat niet veel. Hij is 1,68 meter. En hij kijkt vaak op zondag korfbal. Ik moet zo meteen hem voorbij spelen en over de lijn dribbelen. Dan heb ik 1 punt en we gaan het 3 keer doen. Gaan we beginnen met de test. Komt nu de eerste poging aan, de eerste moet je altijd raken. Komt ja. Ik ga hier op Leroy af met het idee om er snel langs te gaan. Maar zoals je ziet loop ik mezelf hier vast. Waardoor de snelheid uit de aanval is en het lastig wordt om er nog langs te gaan. En zoals je ziet pak ik ook de bal af. Voor de tweede kans wou ik gewoon met snelheid er langs gaan. Maar zoals je ziet is Leroy ook snel en werd hij dus ook afgepakt. Kans hier komt eraan, ik wil net met snelheid langs, is niet gelukt. Volgende keer beter. We gaan kijken of het de volgende keer beter is. We beginnen weer langzaam waardoor we onszelf weer vastlopen. En daardoor pakt hij hem weer af. Oh nee jongens, ik heb nu gewoon letterlijk geen eentje gehaald. Dus een korfbal van Leroy helpt wel, hè? Precies. Korfbal techniek, jongens. Oh, op dat test nummer 3. In de WK-finale scoorde hij een hele mooie volley. Messi mocht gelukkig nog steeds. Let's go, let's go. En Mbappé is dus goed in het timen van volleys. Ik heb zometeen 3 hoge ballen van Leroy. Ik moet ze dan in 1 keer op de volley nemen en door 1 van de 4 hoeken schieten. Oké, Leroy, kom maar. De eerste volley van mij. Leroy geeft hier een mooie bal, maar zoals je ziet tim ik hem helemaal verkeerd, waardoor ik hem ook slecht raak. Voor de tweede kans probeer ik iets heel geks. Ik doe het gewoon met een halve volley. Dat was nummer 2. Ik deed gewoon bijna omhaal. Die was echt vet geweest. Nog 1 kans. Ik kijk hier goed naar de bal, maar ik tim hem helemaal verkeerd. Maar met geluk gaat de bal ergens nog in met de stuiter. Nu gaan we door de test nummer 4. Hij kan als geen ander afmaken. Het maakt niet uit vanaf welke afstand. Ook dus van best wel verre afstanden. Ik moet er zo meteen van buiten 16 3 schoten nemen. En dan gaan we kijken weer hoeveel ik ga scoren. Tot nummer 1. Nee, paaltje al. De eerste. Tot nummer 2. Oh ja, die daalde goed. Let's go, eentje gehad, eentje score bedoel ik. Later schot. Nope. Oh nee! 1 van de 3 gescoord, nu gaan we door naar de laatste test. Hij is niet alleen snel zonder bal, maar ook met bal. Dus daarom ga ik ook een 50 meter sprint doen met bal. 3, 2, 1, go! 7-1? Ja. Dus iets. Binnen snel dan zonder bal, toch? Dat is best goed nog. Best wel goed eigenlijk. Ja. Dit is wel nice. Dit zijn dan de resultaten van dag 1. Op dag 7 moeten ze natuurlijk wel beter zijn. Anders heb ik helemaal voor niks getraind. En dat kan natuurlijk echt niet, toch boys en girls? Mbappé is natuurlijk erg fit, waardoor hij vaak keiharde sprinters kan trekken. En niet gelijk back-off is. Hier zie je ook staan dat hij in de ochtend altijd 5 tot 10 kilometer gaat hardlopen. Dus dat ga ik nu ook doen. En trouwens, als ik aan het einde van de 7 dagen met 4 van de 5 testen ben beter geworden, wil ik 5000 likes. Let's go. Oké, jongens, laten we gaan beginnen met de 5 kilometer. En Mbappé doet natuurlijk niet alleen hardlopen, zoals ik dit hier aan het doen ben, wel als een monster hardlopen hier. Hij is natuurlijk vaak bezig op het spel met techniek en dat gaan wij nu ook doen. Zoals jullie weten speelde ik Leroy gewoon maar 0 keer uit, dus dat is eigenlijk erg slecht. Dus mijn actie die moet verbeterd worden en dat gaan we nu trainen. Hier zie je Joris. Joris is natuurlijk goed met het dribbelen van de bal en zijn mannen spelen, wat Mbappé ook erg goed kan. Oké, Joris, heb je nog een paar tips voor mij om goed iemand langs te komen? Heb je nog een tip voor mij? Gast, zo moeilijk is het, gewoon er langs gaan, score! Ik wilde natuurlijk duidelijke tips hebben, dus Joris die vertelde me hier een aantal goede tips. Eén daarvan was dat ik langzaam moet afkomen op mijn tegenstander en dan vanuit de niche met een explosieve snelheid er langs moet gaan. Ik moet nu 3 keer op Joris afgaan om te kijken of ik er langs zou komen met de tips die hij mij heeft gegeven. Gaan we nu beginnen met de eerste, komt ie aan. Ik pas gelijk de tip van Joris toe, ik ga langzaam af en met snelheid er langs, waardoor ik het ook echt haal. Kijk, zie je? Ja. Leven is gevaarlijk op die manier, ja? Snel, die snelheid. Nee. Leven is gevaarlijk op die manier, hè? Voor de tweede keer probeerde ik het weer. Alleen zoals je gaat zien had ik de bal niet meer onder controle, waardoor ik dus fout ging. Snelheid is goed, maar probeer het te doseren, ja? Oké. Bij de laatste kans wacht ik een beetje af en zodra Joris ging instaan, deed ik een tikje opzij, waardoor ik er dus ook langs was. Je gaat wel weten. Je hebt ze alle 3 gemaakt, dat is nieuw. Oh nee, je hebt er 2 gemaakt. Dat is nieuw. Dat is nieuw, ja. Normaal heb je er 0. Ja, daarom. Dus dit is een verbetering. Zeker verbetering. En Mbappé gebruikt die techniek ook door zo explosief mogelijk langs zijn tegenstanders te sprinten. Dit kan hij omdat hij natuurlijk daar veel op traint. Niet alleen op het veld, maar ook in de fitness. En Mbappé, jongen. Is niks, toch? Nee. Ik ben niet moe.
is niks aan de hand, het is niet zwaar. Mbappé doe ik elke nacht niet. En trouwens, ik had gezegd dat Messi de GOAT is, maar laat in de comments weten wie jullie de GOAT vinden van voetbal. Laat het weten. En papa is natuurlijk niet dag en nacht bezig met voetballen. Je moet ook soms even rusten. Dus wat ik ga doen... Ik ga met Joris naar een wedstrijd van Creus FC in het stadion van Volendam. Good man. Ja, waar is hij? Daar is hij. Opschuiven man, jongen. Je neemt die hele ding in beslag, man. Wow, in het stadion, hè? In het stadion, met Mr. Bram, hè? Dat is weer goed, hè? Hij is goed, hè? Frankie van het team. Nee, joh, wel. Denk je wel, eigenlijk wel. Frankie, het is trouwens goed dat hij dat zegt. Ja. Succes, hè? Ik ga dus nu Joris checken om te kijken of hij een beetje de tips die hij mij gegeven heeft ook kan namen in de wedstrijd. Wij moeten natuurlijk nu spelen, dus kijken of hij het ook kan. Oké, Joris, moet nu gaan verdedigen. Kijk goed naar de bal. De bal wordt doorgespeeld. Oeh, hij loopt niet helemaal mee. De bal wordt voorgegeven. Gaat hij erin? Oh. Dan kan je via de bal, hij dribbelt mooi op, hij kijkt goed om zich heen. Oeh, hij speelt zijn mannetje uit, ja, oké. Okay. Oeh, hoge bal, gaat hij aankomen, kom op. Oh. Oké, ik maak een beetje belachelijk, maar kijk wat hier gebeurt. Goeie bal van Joris, op maat. En een omhaal van Michiel, ja, dat is echt lijp. Thijs wordt gek, Rutger wordt gek, iedereen in het stadion wordt gek. Iemand naast mij zit te schreeuwen, ik weet niet wie dat is, maar weet je, hij wordt gek. Komt hij aan hoor, Michiel, man is 2 meter, lijp. Wat een goal, echt niet normaal, omhaal gewoon. Goal van het jaar al gelijk, denk ik. Dat is niet normaal. Ik zeg het nog even snel, dat is niet normaal. Thanks man Sam. Na de wedstrijd waren er nog 2 dagen tot de eindtest voor de deur stond. Wat ik de vorige dagen heb gedaan, bleef ik herhalen. Ik ben blijven hardlopen, ik ben blijven sporten in de fitness en ik ben blijven oefenen op het veld. Puur zodat ik vooruitgang zie in mijn uitslag en dat ik weer meer zelfvertrouwen krijg tijdens het voetballen. Oftewel, laten we maar gaan beginnen met de testdag. Ik ben net wakker geworden boys en girls en ik ben totaal niet zenuwachtig voor de test hoor, dacht je dat. Echt niet, ik ben echt niet zenuwachtig. Voordat ik naar het veld ging, heb ik nog even goed om weten zodat ik genoeg energie heb en dat ik de beste versie van mezelf kan laten zien tijdens de testen. Leo is er weer, we gaan beginnen met de sprinttest. Ben ik denk ik sneller geworden of niet? Heb je getraind? Ik heb getraind. Oké, okay, ja, dan heb ik goed vertrouwen in je. Ja? Ja. Gaan we nu beginnen met de eerste test. Let's go. Ja. Ik ga het laten zien in 3, 2, 1. Ja! Ik moet even denken, wat is meer? Je hebt het gehaald, jongen. De eerste is niet van meer. Die is binnen. Oh, gelukkig. Nu moet ik door naar de tweede test. Maar daarmee was ik slecht. Dat is de line dribble. Oh ja. Deze test, jongens, betekent voor mij eigenlijk het meest. Ik had hier de vorige keer gewoon een 0 mee. Dus ik wil hier gewoon meer mee halen. Ik heb er hard voor getraind. Dus laten we maar gaan beginnen. Ik ging mijn tips gelijk toepassen. Langzaam op af en snel langs. En zoals je ziet, lukt het me ook nog. Ja, toch! Yes! Dat is in ieder geval 1. 1 uit 1. Dus ik heb nog een verbetering. Misschien gaan we wel voor de 3 uit 3. We gaan het zien. Dat zou wel heel erg vet zijn. We gaan er weer langzaam op af. En nu de andere kant er langs. Gaat het ons weer lukken? Het lukt weer. Ja, hier, het werkt. Mbappé training werkt. Laatste kans. Wat is er Mbappé, man? Laat maar zien dat het werkt. We gaan het toch niet weer doen? Oh. Let's go, jongens. 2 van de 3 gehaald. Oftewel gewoon verbetering van 2. Daar ben ik echt blij mee. Nu gaan we door naar de volgende. Het waren volleys. Lilo geeft een hele goede bal. Hij kan goed op maat. Maar ik raak hem helemaal verkeerd. Dus hij gaat mis. Oké, de eerste dag gemist, de andere 2 moeten raken, wil ik in mezelf verbeteren. Dus ik moet even concentratie. Ik krijg een hele mooie bal van Leo en ik moet je natuurlijk afmaken en dat doe ik ook. Oh. Nog eentje dan gaan, 1 gescoord, 1 gemist. Deze moet ik raken, wil ik vooruitgang hebben. Ik moet hem dus raken voor vooruitgang. Ja, een goede bal van Leo, maar zoals je gaat zien, ik raak hem weer niet lekker. Nee! Ah, de laatste op de paal, dat betekent dat ik er 1 heb geraakt. Net als de vorige keer, dus voor deze geen vooruitgang. Maar als ik de volgende 2 nog vooruitgang heb, dan gaan we nu nog de like target halen. Dus op naar de volgende en dat was het schieten. Ja toch. Nope. Oh, kiepbal, red. Deze moet raken, wil ik verbetering hebben. Komt ie aan. Let's go, we hebben het gehaald. 2 van de 3, oftewel 1 verbetering. Nu gaan we door naar de laatste en als ik daar weer verbetering heb, dan kunnen we wel concluderen dat de Mbappé training helpt en de like target. Dus we gaan nu door naar de laatste. Ik moet dus onder de 7 seconden halen, wil ik hem verbeteren en wil ik dus de like target halen. Onder de 7 seconden gaan we het halen. Ja. Yes, we hebben het gehaald. Dit zijn de resultaten op dag 1 en op dag 7. Zoals je ziet is het daadwerkelijk een verschil. Oftewel, als je er echt voor gaat, ga je zeker vooruit gaan zien in wat je ook maar wilt. Dat betekent dus ook 5000 likes. Ik heb namelijk 4 van de 5 verbeterd. Oftewel, like de video en tot de volgende keer. Later.